Goedemorgen, lieve mensen. Het is vandaag, ik moest even spieken, 26 november 2023. En ik heb geen idee waar u kijkt en wanneer u kijkt. Misschien kijkt u wel over een jaar. En dan kijk je terug, wat heb ik eigenlijk gedaan in het jaar wat nu is voorbij gegaan. De reden is dit. We zijn nu aan het eind gekomen, een beetje aan het eind gekomen van het jaar 2023. En soms dan vraagt God ons even om even pas op de plaats te maken. En kijk eens achterom, wat heb jij nou het afgelopen jaar voor Heer Jezus Christus gedaan? En misschien schrik je wel van, wow, het is al november. Het is al eind november. En binnenkort is het kerst. Maar wat betekent kerst eigenlijk? Heel veel mensen denken kerst, ja, lekker eten, gezelligheid en heel veel liefde. De preek gaat vandaag ook over een stukje liefde. Maar wat voor liefde geven we eigenlijk met kerst? Is het alleen met kerst? Vrede op aarde, hè, dat zingen we zo mooi. En met kerst, hè, gezelligheid bij elkaar. En nu ook, er is zo'n zender die allemaal kerstfilms uitzendt. En af en toe kijk ik er ook een, want het is best heel leuk en ontspannend en lekker luchtig. En je hoeft er verder niet over na te denken. Maar zo hoort het eigenlijk ook met de Heer Jezus te zijn. Om er niet te diep over na te denken, die ga ik zo uitleggen. Maar de Heer Jezus is een deel van jou. Dan denk je, hé, wat zeg je nou? Nou, oké. Okay. Als het goed is, heb je misschien een familie of je hebt geen familie. Maar de Heer Jezus is jouw familie. Die hoort altijd bij je. En de Heer Jezus zegt in zijn woord, ik noem jou mijn vriend als je doet wat ik zeg. Nou, lekkere vriend is wel. Nou, als iemand dat tegen mij zou zeggen, nou, maar ik wil jouw vriendje zijn, jou. Maar je moet wel doen wat ik zeg. Nee. De Heer Jezus bedoelt dat anders. Hij weet wat het beste is voor jou. Maar hij verlangt ook naar jouw vriendschap. Hij verlangt ook naar jouw liefde. En de liefde van God, de Vader, is zo immens groot. En het woord van God heeft daar ook drie woorden voor. Vooral in het Grieks. En de eerste is agape liefde. Dat is de onvoorwaardelijke liefde. Wat je ook doet, wat je ook zegt, God houdt van jou. Weet je dat God ook heel veel van de moslims houdt? Wat zeg je nou? Nee. Ja. God houdt van iedereen. Alleen wij houden niet allemaal van God. Nee. Weet je wat het mooie is? De moslims waren er eerder. Nu zul je misschien schrikken. Misschien is het eerste keer dat je zo'n filmpje kijkt. De moslims waren er eerder dan het Joodse geloof. Ja, want toen Abraham en Sarah een kindje zouden krijgen, omdat God het had gezegd, wilden zij niet meer wachten. Ze hadden het geduld was op. Ik heb ook wel eens mijn geduld ook helemaal op. Maar daardoor maakten zij een foute beslissing. En daardoor werd Hagar de moeder van de eerstgeboren zoon. En die eerstgeboren zoon was Ismaël. En daaruit is de moslims geboren. Ik ga niet parkeren, want vandaag gaan we het ook over liefde hebben. Maar Hagar, haar zoon, was niet uit liefde geboren. Die was uit slavernij geboren. Die werden onderdrukt. Die werden klein gehouden. Want toen Sarah wel zwanger raakte, toen kreeg zij een zoon, de zoon van de belofte. Die was met liefde gemaakt tussen Sarah en Abraham. Nou, die zetten we even opzij, want ik wil het graag hebben met vandaag met jullie over liefde. Maar wat is liefde eigenlijk? Wat is liefde? Ik denk, ja, dat is een goede vraag. En ik heb even een tekeningetje gemaakt. Wat is liefde? En de rest is blanco. Ik heb hier ook drie kleuren stiften. De eerste is rood. Iedereen denkt met liefde, ah, rood en liefde en ook wel eens roze. Hè. We hebben prachtige rozen ook. En dan heb je een rode rozen. Dan verklaar je iemand de liefde. Wauw! En dan? Wat gaat er dan gebeuren? Ga je ook, als je heel veel liefde hebt voor een ander, dan doe je alles voor een ander. Maar als je iemand dan niet zo lief vindt? Ja, dat is lastig. Wat doe jij als een ander jou niet zo lief vindt? Of jij een ander niet zo lief vindt? Kun je dan de ander ook met liefde behandelen? En dat is pittig. Daarvoor heb je de Heilige Geest nodig. De kleur licht blauw. De Heilige Geest geeft jou kracht, geeft jou
alles wat je nodig hebt om de ander die misschien niet zo liefdevol naar jou is, toch met liefde te behandelen. Dat kun je zin vinden in Galaten 5 vers 22, dat gaan we niet lezen. Maar het is de vrucht van de geest. En een ervan is het partje liefde. Liefde, liefde, liefde. Want als je de liefde niet hebt, heb je niks. Want jongens, we leven nu hier op deze aarde. Hartstikke leuk, hartstikke fijn. Maar dat is maar tijdelijk. En de Heer zegt in zijn woord, verzamel geen schatten op deze aarde. Maar welke schatten verzamel je eigenlijk? Heb je het over huizen? Heb je het over auto's? Heb je het over scooters? Over vakanties? Dat is allemaal niks waard voor de Heer Jezus. Want je wordt geboren zonder kleding. En je overlijdt. En dan heb je misschien wel kleding aan. Maar die kleding is vaak vies. En van de week, mijn collega en ik waren even aan het over praten over de Bijbel. Dat doen we dagelijks trouwens. Maar in ieder geval staat een stuk in Jesaja. Dat eigenlijk Joshua eigenlijk helemaal vieze kleding had. Want een ander beschuldigde hem ergens van. Hij werd beschuldigd. Helemaal vies. En zijn kleren waren vies. Maar weet je wat God niet kijkt naar de buitenkant? God kijkt naar de binnenkant. En nu naar jou. De afgelopen week komt ook het woord zwerver steeds terug. En vanmorgen met de aanbidding hadden we het er weer even over. Als jij een zwerver ziet, die stinkt, ruikt misschien naar de urine, ruikt misschien naar de alcohol. Wat ga jij doen dan? En het regent buiten, en jij zit lekker warm in je auto en je denkt, oh sorry jongens. Of stop jij? Doe je het raampje open en zeg, goh, kan ik u ergens mee helpen? Weet je dat dat liefde is? Zo ongelooflijk liefde. Want misschien heeft die man wel zo behoefte aan een droge handdoek. Zo behoefte om even een liefdevol woord te horen. Even behoefte om een lift te krijgen. Maar ja, dan wordt mijn auto vies. Ja, en? Sorry, en? Wat maakt het uit dat die auto vies wordt? Laat jij de liefde zien van God door jou heen. En God liet mij een tekst zien vanmorgen. Die willen we wel even lezen. Openbaring 2 staat helemaal achterin. Openbaring. En de reden waarom het openbaring is, is omdat God jou iets gaat vertellen. Hij gaat jou iets openbaren. Weet je wat zo mooi is aan de Bijbel? Elk hoofdstuk is belangrijk. Elk vers is belangrijk. Maar ook die hoofdstukken laten vaak zien waar het over gaat. Bijvoorbeeld Handelingen, het boek Handelingen. Dat staat vol met handen die jij kan doen. Die de discipelen hebben gedaan. Die de Heer Jezus heeft gedaan. Maar wat God ook vraagt om jou te doen. Dat jij dat gaat doen. In openbaring betekent dus open God openbaart het aan jou. Omdat jij ook iets gaat zien en herkennen. En dat ook gaat doen. Dan ben je een stoelverwarmer. Of ben je een doener. Ja, die moet je maar even laten bezinken. Openbaring 2. Gewoon, en dan wil ik zeggen vanaf vers 1. Nee. Ik ga eerst naar openbaring 2 vanaf vers 18. En dan ga ik dezelfde openbaring terug naar vers 1. Want ik wil je wat laten zien. Openbaring 2 vanaf vers 18. En schrijf aan de engel der gemeente te Thyatira. Ik ben heel goed in namen, dat snap je. Dit zegt de Zoon Gods. Die ogen heeft als een vuurvlam. En zijn voeten zijn als koperbrons. Ik weet u werken. En liefde. Dat is grappig. En geloof en dienstbetoon. En uw volharding en uw laatste werken. Wat zegt God nou? Dit zegt Zoon Gods, dat is de Heer Jezus. Die ogen heeft als een vuurvlam. Weet je waarom hij ogen heeft als een vuurvlam? Omdat hij door jou heen kan kijken. Gisteren hadden we een hele lieve dame die vroeg, kan Satan in jouw ziel kijken? Nee, kan hij niet. Nee, is onmogelijk. Wat Satan wel kan, is jouw dingen influisteren naast jou. En wat Satan ook kan, is dat hij zijn vriendjes, zijn demonen stuurt om jou te misleiden. Maar die parkeren wij. Ik heb niks met Satan te maken, want de Heer Jezus is voor mij. Want we hebben straks nog een tekst, dat is 1 Johannes 4. En dat de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Ik heb geen angst voor die loser. Hij is afgelopen, hij is onder de voeten. Waarom? Omdat de Heer Jezus hem heeft vermorseld. Maar de Zoon Gods kijkt ook naar ons, kijkt ook naar mij. En dan zegt ze, en dan staat hier, dit zegt de Zoon Gods, die ogen heeft als een vuurvlam. En zijn voeten zijn als koperbrons. Waarom zijn zijn voeten nou weer als koperbrons? Kan hij nou niet normaal Nederlands praten? Jawel. Waarom? Want, je hebt het vast wel eens gezien,
Dan heb je, hè, als je dan, neem Max Verstappen, dat is zo'n oude, zo'n racecar, weet ik veel. En dan heeft hij gewonnen en is dat nummer 1, die krijgt een goudplak. Sorry, ik ben heel goed in sport, maar dat wist ik dan nog. En dan heb je zilver en dan heb je koper, hè, de brons. En dan zilver is dan, hè, goud is de eerste plaats en de tweede plaats is zilver en de derde plaats is bronskoper. En heel veel mensen weten helemaal niet wat de derde plaats is. Als mensen dan dingen hebben gewonnen, wie is ook weer de derde plaats? Is dat belangrijk? Voor God is dat helemaal niet belangrijk. Al ben je plaats 100, lekker belangrijk. Het gaat om wie jij bent, wat jij doet met de liefde van Heer Jezus Christus voor God en voor een ander. Daar gaat het om. En waarom staat hier nou de voeten als koper brons? Nou, koper is net zo belangrijk als goud, alleen iedereen... Goud is belangrijk, zilver is belangrijk, maar koper brons is ook belangrijk. Waarom? Want de Heer Jezus is altijd bereid, ten alle tijden, om dienstbaar te zijn aan een ander. Dienstbaar te zijn. Hij ging op zijn knieën om de voeten te wassen van zijn discipelen. De hoogste vorm van dienstbaarheid. Hoe gaaf is dat? Ben je ook bereid om dat te doen? En dan zeg ik niet altijd dat je lijfelijk iemand de voeten moet wassen. Maar ben je bereid? Ben je bereid om de liefde van God te laten zien? Gaan we eens verder. Ik weet uw werken en liefde en geloof en dienstbetoon, want daar gaat het om. En uw volharding en uw laatste werken, die meer zijn dan de eerste. En dan komt er iets. Maar ik heb tegen u dat gij de vrouw Isabel laat begaan. Weet je wie Isabel is? Isabel is een vijand. Is een vijand die verleidt man en vrouw om dingen te doen die niet van God zijn. Niet alleen met hoerij qua seks. Ik ben gewoon heel duidelijk. En dan denk ik, oh, ze praten over seks. Nee, dat hoort erbij. Het is gewoon een normaal, volwassen gesprek. Maar het gaat ook om hoererij, dat jij gemeenschap hebt met altaren. Dat je met een andere godsdienst bezig bent, niet met de liefde van de Heer Jezus. Ga ik nog een stapje dieper uit te leggen. God zegt tegen jou en mij, onderzoek alles, maar behoud het goede. Maar we weten heel goed dat we niet... van die afbeeldingen, boeddha's moet je niet gaan aanbidden. Je moet geen altaartje neer gaan zetten om te aanbidden. Waarom niet? Omdat God dat niet wil. God de Vader is een jaloers God. Hij wil dat we zuiver zijn, want hij is de enige die almachtig is. Hij is almachtig. Maar wat wij wel moeten doen, is de andere mensen van ook de andere geloofschappen, want zij zijn ermee geboren. Hè? Wij zijn ook geboren. En wij zijn geboren en op een gegeven moment zit je in een soort cultuur. En de een doet dit, de Indianen doen dat, die dan doen dat. Maar wat wij mogen doen voor God, is bruggenbouwers om ze naar God de Vader te leiden. En hoe gaan we eigenlijk naar God de Vader toe? Door de Heer Jezus heen. De Heer Jezus, hij is de enige weg, de waarheid en de liefde. Weet je dat? De liefde. De Heilige Geest hebben we nodig om kracht, wijsheid, kennis en inzicht te krijgen. En dan hebben we ook God de Vader. We willen naar God de Vader. En die hebben we met paars. Waarom? Omdat in het Oude Testament worden de priesters, de hoofdpriesters ook, hebben een paars gewaad aan. En met gouden knopen. Waarom paars? Als je naar de regenboog kijkt, dan is de bovenste kleur van de regenboog altijd rood. En de onderste kleur van de regenboog is altijd paars. Dat was even een klein lesje in regenboog. Ik wil nog even gaan naar Openbaring 2. En het gaat ook over liefde, maar dan vanaf vers 1. Schrijf aan de engel der gemeente te Efeze. Dit zegt hij, die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt, en dat gaat over de Heer Jezus, die tussen de 7 gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werk, het gaat weer over de werken. Ik weet uw werken en inspanning en uw volharding. En dat gij de kwaden niet kunt verdragen en hen op de proef gesteld hebt. Die zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat zij hen leugenaars hebben gevonden. En gij hebt volharding en hebt verdragen om mijns naam wil. En gij zijt niet moedig geworden. Maar dan krijg je een waarschuwing. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Gedenk dan welke hoogte gij gevallen zijt. En bekeer u. En doe weder uw eerste werken. Steeds het woord werken komt terug. Heb je door? Werken, liefde. Wat doe jij voor God? Doe je het met liefde? Of doe je omdat het moet? Ken je dat ook? Dan ben je in een kerk. En dan, ik heb dat ook meegemaakt. Zit je in een kerk, fantastisch. En dan vraagt iemand aan de voorkant. Staat op de kansel.
God, wie zou willen helpen de kerk schoonmaken? Hoeveel mensen staan werkelijk op om die kerk te gaan schoonmaken? En dat wordt dan niet op een zondag gedaan. Nee, niemand ziet dat. Het gaat erom, ben jij bereid om die kerk schoon te maken? Ben jij bereid om koffie te zetten? Ben jij bereid om in de stromende regen een raamstuk te maken? Een raam te maken, bijvoorbeeld iemand heeft iets stuk en dan wordt dan gemaakt. En niemand, je krijgt er geen waardering voor. Nee, maar God ziet het wel. En de persoon waarvan dat dan gemaakt is, is zo blij, zo dankbaar, dat hij God bedankt voor alles. Lieve mensen, wij kunnen zulke kleine dingen doen. Niet voor een ander, maar voor God, maar ook voor de ander. En de ander is dan zo blij dat hij of zij God gaat bedanken. En denkt, ik wil ook wat doen voor God. Misschien denk je, waar heeft Marjolein het over? Het gaat om de liefde van God. En het laatste wat ik aanbreng, dat is 1 Johannes 4, dat zei ik al. Er zijn een paar bladzijden voor. En dat is mijn dooptekst. Toen ik gedoopt werd onder water, kreeg ik die tekst en ik snapte er geen bal van. Ik denk, nou, is dat nou mijn tekst? Ik snap er niks van. En dat was een tekst en iedereen was, oh, wat krijg jij een mooie tekst van God. Ja, dat is allemaal leuk. Maar ik snapte niet helemaal de essentie van de tekst. Er is 1 Johannes 4, dus achter in de Bijbel. En dat is vanaf vers 18 en dan staat zoiets moois. Maar daarboven, vanaf vers 16 en 17 staat, God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God. En God blijft in hem. Liefde, liefde en nog eens liefde. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden. Dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels. Wow. Want gelijk hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Want de vrees houdt verband met straf. En wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Dan moet je dan nog even verder lezen. Dit is heel iets moois. Ik ben iemand die vroeger heel bang was. Toen de hele tijd niet meer bang. En af en toe werd ik wel eens bang. Maar niet bang voor God. Hier staat, ik hoef niet bang te zijn. Want ik word niet veroordeeld. Want hier staat, 17, hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden. Dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels. Lieve mensen, als jij nou nog bang bent dat de dag des oordeels komt, dan hoeft dat niet. Romeinen 5 vers 9 staat heel duidelijk, de toorn van God is niet op jou. Maar dan hoor je wel bij God te horen. Weet je nog, de wedergeboorte? Als jij gelooft dat de Heer Jezus jouw redder en verlosser is. Als jij gelooft dat de Heer Jezus voor jou aan het kruis is gegaan. En je gelooft dat met je hele hebben en houden. Dan heb je wel eeuwig leven. Maar als je dan nog een stapje dieper gaat. Je gaat het uitspreken met je hele hebben en houden. En je zegt, Heer Jezus, ik hou van u. U bent mijn redder, u bent mijn verlosser. U bent de levende zoon van de levende God. U bent voor mij aan het kruis gegaan en opgestaan uit de dood. Weet je wat er dan gebeurt? Pats! Dan ben je wederom geboren. Dan heb je de Heilige Geest in jou. Dan is die angst voor God is weg. Want je hebt de vrijmoedigheid dat je straks aan je papa gaat. Wij mogen hem Abba Vader noemen. Wauw! Ik ben niet bang. Ik ben niet bang, want ik ga straks naar mijn papa. Fantastisch. Ik ga straks met hem op schoot springen. Ja, dat kan toch niet? Tuurlijk kan het wel. Hij staat daar met open armen straks. Nou, ik ga een sprintje nemen hoor. En ik spring in zijn armen. Waarom? Omdat ik van hem hou. Hij houdt van mij. Zijn liefde is zo ongelooflijk groot. En dan heb je wel eens angst op deze aarde. Ik ook, lieve mensen. Wat ga je ermee doen? Je gaat naar de vader. Papa, ik ben bang. Papa, ik heb angst. Papa, ik heb u nodig. Je gaat je vrienden, je gaat je lieve mensen om je heen. In je kerk of in de gemeente of in je huiskring vragen. Bid voor mij. En ze zullen voor je bidden met de liefde van de Heer Jezus. En je zal de kracht voelen. Jij moet wel door die angst heen, maar dat gaat je lukken samen met God. En zonder die volharding, zonder strijd, geen overwinning. En deze week ook, lieve, lieve mensen. Pak de liefde van de Heer Jezus. Pak hem vast. Ga doen wat God van jou vraagt.
maar wel in liefde. Want als jij schatten verzamelt op deze aarde en een mooie auto, nee, God heeft niks tegen op een mooie auto, hè? Een mooie auto, een huis, vakantie, moet je allemaal zelf weten. Maar wat je ermee doet, daar gaat het om. Mag iemand jouw auto lenen terwijl die persoon heel vies is? Mag die dat? Dat je auto vies, dat mag jij? Ik heb het een keer meegemaakt, ik stond ergens in het bos van de stroomregen met mijn honden en mijn auto deed het niet meer. En toen belde ik mensen op, kun je me ophalen? Nee, 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 want jouw honden zijn vies. Ja, ik sta in een stroomregen, ik sta hier niet voor mijn lol. En die honden die waren nat en vies en koud en ik was één bultje helemaal nat. En in mijn auto, ik had één handdoek voor 300, niet handig natuurlijk, maar daar ging het niet om. Maar één broeder die kwam. Die zegt, ja, maar ik vind het wel lastig hoor. Ik vind het wel lastig, want dat je oude... Ik zeg, nou, ik probeer die honden zoveel mogelijk bij me te houden. Maar, en ik bood aan om daarna die auto schoon te maken. Maar wat zou jij doen? Zou jij daar naartoe gaan? Ik wel. Ik zou naartoe gaan en zeggen, jongens, mijn auto is toch een hondenauto. Jongens, kom op, kom er maar in. Het gaat erom, wat kan jij doen voor de Heer Jezus? Maar wel met liefde. Wel met alles wat je voor hem doet. En dat is ook wat God van je vraagt. Dat is de boodschap van vandaag. Wat doe jij met de liefde van God? De God de Vader heeft zijn Zoon gestuurd voor jou, voor mij. Dat wij alle zonden zijn afgewassen. Hoe gaaf is dat? En iedereen van ons maakt fouten. Oh, ik ook. Absoluut. Maar ga naar God toe. En ik zal afsluiten met gebed. Vader God, ik kom tot u in de naam van uw Zoon, Heer Jezus Christus, en met de kracht van de Heilige Geest. Vader, ik heb fouten gemaakt. U weet precies welke. En ik vraag u daar vergeving voor. En dankzij uw Zoon, Heer Jezus Christus, ben ik helemaal gereinigd met zijn kostbare bloed. En dank u wel, Heilige Geest, dat u mij de kracht geeft om door te gaan. Dank u wel, Heilige Geest, dat u de geest van de waarheid bent. En dank u wel, Vader, Heer Jezus, Heilige Geest, dat elke zonde van me afgewassen is. En help mij om, als ik weer probeer dreigende fouten te gaan, dat u mij dat van tevoren zegt van, joh, Marjolein, pas op. Dank u wel, Heer Jezus. Dank u, Heilige Geest, dat ik vergeven mag zijn. En ik vergeef ook mezelf. Ik mag er zijn. Ik ben 100% oké. En ik dank u wel voor uw liefde. In Jezus' naam, met de kracht van de Heilige Geest. Amen. Lieve mensen, heel veel zegen. En geniet van elke dag. En draag de liefde van God uit. In Jezus' naam. Amen.